In de samenvatting is gebruik gemaakt van geluidsfragmenten van Radio Horen. Radio Horen. Voor iedereen. Zwart. Actueel. Met Rob Pauw. Goedenavond luisteraars en welkom op dit ongebruikelijke uur van Sport Actueel, aflevering 1459. Maar het is niet anders. In Veldhoven wordt de eerste wedstrijd gespeeld in de finale van de futsalcompetitie. En het gaat tussen KWJNM en FC Marlene uit Heerhugowaard. Het is 19 minuten over 7 en voor de eerste keer gaan we over naar Veldhoven. En onze verslaggever Leo Gian van Anselo voor de eerste wedstrijd in de finale van de Futsal League, de topdivisie. En dat gaat tussen KWJNM uit Veldhoven en natuurlijk FC Marlene uit Heerhugowaard. Leo, goedenavond. Goedenavond Rob, goedenavond technicus Edward en de luisteraars natuurlijk, ja. Onder de rook van Veldhoven, bijna bij Sporthal de Heijberg. En dan hebben we nu weer contact vanuit Sporthal de Heijberg met Leo Gian van Anselo. Leo. Goedenavond Rob, goedenavond luisteraars. Nogmaals 53 seconden onderweg en Hagenees Kees Ties zet de Waardse formatie op een 1-0 voorsprong. Dat was al vrij snel dat KWJNM een klein beetje in de problemen werd door het offensieve spel van de ploeg van Maanaar. Doelman Rozenbeek, Peer als bijname, die geeft een aardig die balletje op Ataibi, 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 oh, voorlangs, hoi, hoi, hoi. Marcel Neggers helemaal uit positie gespeeld en is het Mo Ataibi die rakelings langs het doel van Marcel Neggers weten te spelen. Brahim Youssef heeft een uitstekende kans hoor. Adil Salih en wederom een prima ingreep ook van Marcel Neggers. Johan van den Hoek inmiddels als assistent coach nu aanwezig is bij deze wedstrijd. Volgend jaar aan het roer wordt het KWJNM daar in de hoek vastgezet. Dan nu Roest speelt naar de punt toe. En dan wederom weer een schot van de linkerkant van KWJNM. En via het been van Sander de Zwart betekent dat het een corner gaat worden voor de ploeg uit Veldhoven. Zoals gezegd, een 400-450 man in deze hal. Straks met de returnwedstrijd in de Waardegolf in Heerhugowaard volgende week verwacht ik toch wel wat meer publiek. Uit Veldhoven behoorlijk gevaarlijk bezig was. Maar ik moet zeggen, de defensie onder leiding van doelman Peter Rozenbeek staat behoorlijk hoor. Het wordt goed gecoacht door Rozenbeek. En wat wil je ook? Het is natuurlijk een keeper met een enorme bak aan ervaring. Met zo'n grote kansjaren. Niels van Gemert namens KWJNM komt daar vrij voor de tweede paal. Krijgt net zijn voeten niet lekker aan. Maar nu is het wel raar. Niels van Gemert maakte 1 tegen 1 met nog 3,5 minuten te gaan. En het hing in de lucht, want ik zei het al bij het begin van deze doorgang. Is het KW wat steeds beter in het spel kwam. Niels van Gemert die dus tegelijk de groest over de bal heen maakt. En overname is van Adil Salih. Maar Ataibi, Ataibi, oh! Ai, 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 ai. Ataibi zat dichtbij de 1 tegen 2. Het mocht niet zoals gezegd 1-1 ruststand. Ik denk dat beide ploegen daar op zich prima mee kunnen leven. En gaan we zien natuurlijk straks wat het tweede bedrijf gaat opleveren. Want dat zal ongetwijfeld een vuurwerk geven. Kans voor KWJNM hier aan het begin van de tweede helft. Maar doelman Rozenbeek van Marlene hoefde niet hard in te grijpen. De spits van Vegas Desco, Johan Muren, die zag de bui natuurlijk wel hangen. Als er 7 internationals komen, dan zit hij vaker op de bank of zit in het tweede. Dus die is overgestapt naar het team van Kelvin Blankendaal. En dat is namelijk Terbeek uit Amsterdam. Leo. Ja, zeker weten. Het kan een ploeg zijn waar je ook wel rekening mee moet houden. Ja, nu wordt het even penibel hier in Veldhoven. Stand 1-1. Kleine 12 minuten nog te gaan. Maar Mo Ataibi heeft een gele kaart gekregen. Volledig terecht hoor, dat moet gezegd. Want hij torpedeerde werkelijk Anouk Roes. Onder andere Niels van Gemert en de andere Soutane. Maar Krani probeerde dan zelf interventie daarom. Maar dan Niels van Gemert. Niels van Gemert. Afspelen. Oh, ho, ho. Grote kans daar voor KWJNM. Ai, 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 ai. En ja, daar ontsnapte Marlene aan een achterstand in deze wedstrijd. En dan nu een gevaarlijk moment. Nee hoor, doelman Rozenbeek is dan uiteindelijk als laatste sluitpost ook op zijn post. Ja, en zo zagen we even dat Marlene... 8:30 en we gaan weer terug naar Veldhoven. Leo, ik hoorde dat Edgar Davids en Michael Mols
Gaan we het straks over hebben. 1 tegen 2. Rashid Elkadouri namens de Waardse formatie. Prachtig aangespeeld vanaf de linkerkant. En via de rechterkant Rashid Elkadouri. 1 tegen 2. En ze staat de ploeg van Maarten Frankfurt toch weer op een voorsprong. Weliswaar met 1 doelpuntje. Maar het staat er wel 1 tegen 2. Prachtig gevolleerd door Rashid Elkadouri. Schitterende goal. En valt niet op af te denken. Ties dan nog een keer. Ties houdt balbezit. Speelt dan even terug naar Adi Sali. Sali. Terug naar Ties. Krijgt een hijs mee. En schiet Kees Ties op het houtwerk. En ligt Adil Sali even aangeslagen op de grond. Niks verbazen als het hier gewoon 1 tegen 2 blijft. En dan zeg je terecht erop. Dat is een uitstekend resultaat voor de ploeg van Maarten Frankfurt. Want ze hebben niet erg diep hoeven te gaan. Wat alleen maar gunstig is vanwege het feit dat ze die return nog moeten spelen. En in eigen hal nogmaals gezegd. Dan is Marlijn natuurlijk gesteund door het eigen publiek. Natuurlijk een angstgegner voor menig team. Dat hebben ze wel in het verleden bewezen. De laatste stand was 1 tegen 2 Leeuw. Grote kans voor Jeroen Korsen die in één keer uitstekend werd aangespeeld. Probeerde het met een mooi stiftje. Ging vlak langs de kruising van het KW. Jeroen Korsen! Op de paal! Wat een vreselijke kans. De bal werd nog enigszins getoucheerd door een KW-speler. Maar tot twee keer toe Jeroen Korsen uitstekend bezig. Speler, Sali, controle. Ja, en dan terug naar doelman Rozenbeek. Geeft hem een hijs die bal. En spelen we het uit, want de zoemer gaat klinken. Daar klinkt het fluitje. En is het afgelopen. En eindigt het hier vanuit de Heiberg in Veldhoven. In 1 tegen 2. Kijk even op de uitslag in deze eerste wedstrijd om het landskampioenschap. Maar dat had 1-3 moeten zijn, hè? Ja, vooral op het einde. We hebben eerst dat niet goed gevoel gehad. KW hebben ook geen kans gecreëerd. Wij ook niet. En op het laatst krijgen we 2 dotten, 3, misschien wel 4 dotten van kansen. Nou, die moeten erin. Dan heb je even een marsje en dat is wel lekker voetbal in 2 dotten. Maar ja, blijft spannend.